Deze Gentse studenten spelen vandaag voor proefkonijn. Kotgenoot Constant maakt voor hen een insectenmaaltijd klaar. Constant, wij gaan koken met insecten vandaag. Ja. En ja, wat staat er op het menu? We gaan beginnen met een aperitiefje, gewoon crackers met zo'n spread. Dat is eigenlijk gewoon tomaten en meelworm. Je kunt dat gewoon in de lijzen kopen. Ik heb het al nooit gegeten, dus... Kijk, het zal een ontdekking zijn, ik ook niet. Dan gaan we tortillas maken met vriesdroogde krekeltjes. Okay. En zo wat groentjes bij en wat zure room. Voor het hoofdgerecht gaan we gaan voor hartige insectenschijven. Dat is eigenlijk met meelwormen en dan met aardappelen zo'n puree van maken, daarin verwerken en dan bakken in de pan. Met een slaatje bij, met wat wasmotlarves. En dan als dessert gaan we voor chocoladefondue met sprinkhanen. Guillaume en Wouter, jullie gaan straks eten van insecten. We staan hier opgesteld. Wat denk je zo? Ja, die dikke. Dat gaan we nog niks maken. Ja? Ah, ik hoop het. Nee, fijn, die wil het kruid in nog altijd? Ja, die wil het hazenpad kiezen, die wil naar boven kruipen. Is het ook dat hij als die bunnen is, niet ook terug naar boven wil kruipen? Dat heb ik al gezien op zo'n een of ander Afrikaans tv-programma of zo. Ik ken het zo, van die Belgen die naar Afrika gaan. Ja. Die springkaan zit nog niet, ik zeg het. Constant, de gasten hebben honger. Wat ben je nu eigenlijk precies aan het maken? Ik ben nu bezig met een aperitief. Dat is crackertjes met een spread van tomaten en meelworm. Ik denk dat er iets van, wat is het, 6% meelworm. 6%? Ja. Oké. Gezondheid. Deze mooie avond en de lekkere lunch. Gezellig. Oké. Okay. Voor een pokietje. Ja, het is lekker echt te tappen aan. Het voorrechtje is al, of het aperitief is al geslaagd. Is goed, oké. Dus ik ben nu die krekeltjes aan het warm maken, dus een beetje aan het bakken samen met Charlotte en wat olijfolie. Ik heb ze ook wat bijgekruid, want anders is dat zo wat smaak van pindanootjes, heeft dat niet veel smaak. Ik heb er wat paprika poeder op gedaan, wat peper en een beetje looppoeder. Je bent weer volop bezig. Wat ga je nu serveren? Nu ben ik bezig met het voorgerecht. Dat is een tortilla met gewoon wat verse groentjes erin, wat maïs, wortelke, sla. En dan krekeltjes erin ook. Ik heb wat krekeltjes opgelegd, dan zie je tenminste dat we insecten aan het eten zijn. En een beetje zure room voor wat op te deppen, voor wat zure smaak te geven. Mm-hmm. Bring it on, Stan. Alsjeblieft. Dankjewel. Het zijn tortillas met zure room en krekeltjes erin. Voilà, zo was het. Ziet er lekker uit. Ziet er inderdaad goed uit. Maar weet je, die krekeltjes, ik vind dat dat een beetje smaak naar pindakaas. Ja, een beetje wel. Die smaak ik een beetje. Maar dat is wel lekker. Uiteindelijk, ik weet niet. Ik vind dat je dat niet merkt dat geen vlees is ofzo, hè? Ja. En vind je er een probleem in dat je dat in zijn geheel insteekt of liever in stukjes gesneden? Wat? Doe maar in zijn geheel. Het is een experiment. Dat vleesje is goed gehaald. Lekker! Constant, het voorrecht viel zeker in de smaak. Het hoofdrecht, wat wordt dat? Wel, kan ik iets proberen dat ik nog nooit gedaan heb? Ik ben een puree aan het maken nu. En ik ga daar wat meelwormen en mooiwormen in verwerken met wat worteltjes, charlotje. Deftige portie, te grote jongens, hè. Yep. Voilà. Nu ben ik de hartige insectenschijven aan het paneren om ze direct dan zo in de pan te gooien. Heel belangrijk dat je meelwormpjes op voorhand al bakt, want in die schijf gaan ze niet echt volledig garen anders. Even keuken. Ja, dank u wel. Alsjeblieft, jongeheer. Een beetje vinnig krijgen. Maar vast is het. Nou, kom maar. Smaakt! Dit is in mijn keel.
Ja, het is wel lekker. Het is zo hetzelfde als, als bij dat vorige gerecht, die krokante toets een beetje. Ja. Dus ik ben ondertussen nog een paar schijven aan het bakken voor de man. En tegelijkertijd ben ik eigenlijk mijn chocolade aan het smelten voor het dessert. Maar wat we gaan doen is eigenlijk de springkaan dippen in de chocolade en ze dan laten stomen, zodat je eigenlijk een soort springkaan bonbon hebt met een verrassing van binnen als het ware. Maar voordat we ze erin doen, gaan we ze eerst nog even rap bakken en de vleugeltjes en de poten eraf halen. Ik ben nu de springkaan een laatste coatingskin aan het geven, want ik heb ze al eens gedompeld in chocolade, maar het had niet zo het gewenste effect. Maar kijk, nog even laten opstijven dan, en dan zijn we klaar. Eigenlijk moet je denken dat bouchées zijn. Ja, kom. Ja, goed. 2, 3. Ik kijk naar mij. Krokante Nutella. Dat is wel iets... Ik vind het lekker, want het is wel moeilijker om binnen te krijgen dan die burgers. Ja, dat is zo voor bij de koffie, hè. Maar koffie kijk daar gewoon niet naar. Gewoon in je mond. Kijk, met zijn bijt. Maar stik daar in je muil, kom. Ik vind het een geslaagd dessert. Hij is echt aan het burgen. Oh, man. Ik vind het lekker. Ik vond het zeker een keer een uitdaging om een keer allemaal te proeven. Juist bij dit is het enige belangrijk is dat je niet te veel met die ogen eet. Die burger die Costa klaarmaakt, die was zeer lekker. En het voorgerechtje ook. Oh ja, die waar. Die tortillas. Ik vond het ook wel lekker, maar een beetje raar dat er weinig smaak aan zit. Zoals in de burger, het smaakt gewoon naar patat eigenlijk. En ja, dat ga ik nooit meer eten. Die tortillas, dat is op 5 minuten klaargemaakt. Dus dat is iets dat je gemakkelijk op je alleen kunt doen als je voor je alleen wilt koken. Maar bijvoorbeeld die aardappelburgers met wormen in, dat is wel behoorlijk wat werk. We hebben ook met verse dingen gewerkt. Sowieso. Maar ga je ooit nog naar dezelfde manier naar de insect kijken nu? Nu dat je er eigenlijk nog als naam van vreten hebt. Ja, dat is alles. In de plaats van gewoon, ga je vanaf nu. Oh, straks. Van die vliegen die binnen rondvliegen. En als ik nog ga kamperen.